Yo mensen, dit is Ons Gaming en het is weer tijd voor de tweede video van de Pitstop Challenge. Afgelopen video, heel veel mensen vonden het ontzettend leuk, een leuk idee, dus we gaan er natuurlijk gewoon mee verder. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren. Vorige race in Australië hebben we natuurlijk op de tiende plek geëindigd en hebben we natuurlijk uiteindelijk één punt weten te pakken. En nu zijn we dus in China en gisteren natuurlijk de echte race in de Formule 1, Singapore. Ja, het was natuurlijk weer een dikke teleurstelling voor Max Verstappen. Al na een paar honderd meter was het natuurlijk gewoon afgelopen. En het was wel weer heel jammer. Ik denk dat Verstappen zeker de tweede plek had kunnen pakken. Hamilton was echt on fire in Singapore. Die had hij waarschijnlijk ook niet bij kunnen houden. Het was verder natuurlijk nog wel een mooie race. Al zeg ik het zelf. Er gebeurde natuurlijk nog van alles. We zagen Kvyat natuurlijk weer de muur in vliegen. We zagen Eriksen op een heel raar punt spinnen. Wat echt gewoon, dat sloeg helemaal nergens op. En er waren best nog wat gevechten. En natuurlijk Sainz op P4, Perez op P5. En natuurlijk de allereerste punten voor Palmer. Dus wat dat betreft was het wel een aparte race wat dat betreft. Helaas dus voor Verstappen weer na een paar honderd meter was het weer klaar. En de beide Ferraris die gingen daar denk ik wel de fout in. Maar goed, helaas, het was niet anders. Wij zouden even gaan dus de tweede pitstop challenge doen. Dat doen we op het circuit van China. En eens even kijken welke plek wij gaan beginnen. We beginnen vanaf play 4 zelfs. Nou, dat is een aardige positie. Ricciardo staat zelfs tweede, hè? Waar zijn de Ferraris dan? 5 en 7. Nou, we gaan los. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen hier in China. Ik denk dat vooral de eerste bocht heel belangrijk is. Daar kunnen we waarschijnlijk heel wat auto's pakken. Oeh, ik krijg meteen een tik van een van de Ferraris. En er gaan nog meer auto's vanaf. Zo, dat gaat dus meteen goed in de eerste bocht. Nou, wij hebben dus al meteen weer de schade aan onze voorvleugel. Ik was ook niet echt super snel weg eigenlijk. Ik kwam redelijk van mijn plek af, maar daarna werd ik aan alle kanten ingehaald. Oppassen hier van Ricciardo. We komen er wel redelijk goed voorbij. Alleen is het probleem dus wel dat we nu onze voorvleugel kapot hebben. We moeten dus even gaan zorgen dat we een kleine voorsprong gaan opbouwen. Want zoals jullie weten inmiddels moeten wij dus twee keer nog naar binnen toe. Dat is dus de challenge. Twee keer een pitstop maken in een race van 5 rondes. En ik merk wel in bochten dat vooral in dit soort bochten, dat de druk de downforce een beetje weg is door mijn beschadigde voorvleugel. Even kijken hoe erg is het eigenlijk. Ja, rood. Dus dat betekent gewoon dat hij echt helemaal aan flarden is. Het valt op zich nog mee. Er zijn wat kleine stukjes vanaf, denk ik. Nou ja, we moeten toch naar binnen. Dus goed, de voorvleugel zal dus wel aangepast moeten worden. Ik kan natuurlijk ook ervoor kiezen om door te geven dat ik niet wil dat mijn voorvleugel veranderd wordt. Maar ik wil wel dat hij gerepareerd wordt, want anders gaan we denk ik meer tijd verliezen dan dat we uiteindelijk zullen verliezen door hem te vervangen. Want dat zal ongeveer een seconde of 4 kosten, denk ik. Nou, we zullen het wel zien. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe het in China gaat. Want de pitstraat is natuurlijk ook best wel lang. Maar een rondje in China is natuurlijk ook langer dan ten opzichte van Australië. Meteen naar binnen gaan. Ja, ik zat even te twijfelen. Oh, ik moet even kijken waar die pitstraat ergens was. Maar hier is je dus. Ziet, dit is de bekende pitstraat waar ooit ergens eerst een grindbak lag. Waar Lewis Hamilton zo goed als zijn kampioenschap toen vergooide. Lewis Hamilton die gleed daar toen de grindbak in. En toen was het dus einde race en klaar. Ja, het kost wel een beetje tijd hoor. We gaan denk ik, we vallen helemaal terug naar, niet helemaal achteraan. Want Massa, ja, die spinde natuurlijk ook in de eerste bocht. Wij rijden echt wel op een flinke achterstand trouwens. Maar we moeten dus nog een paar rondjes. En we moeten ook nog een keer naar binnen. Dus ik ben heel benieuwd of we überhaupt punten gaan pakken deze race. De pitstraat is denk ik wel, ja, die is wel iets langer als natuurlijk in Australië. Nou, eens kijken of we een beetje tempo kunnen maken. En ik zit ook te twijfelen wanneer ik nou die tweede pitstop zal gaan doen. Want ja, dit gaat wel lastig worden. Als ik nu besluit om bijvoorbeeld nou weer meteen naar binnen te gaan, dan hebben we natuurlijk een enorme achterstand op alles en iedereen. Maar ja, daarna hoeven we niet weer naar binnen. Als ik nu eerst auto's ga inhalen, om ze vervolgens dadelijk weer te moeten inhalen nadat ik een pitstop gemaakt heb, dat schiet natuurlijk ook weer niet echt op. Het gaat lastig worden, denk ik. Volgens mij zaten we bij Australië waar de gaten minder groot. Aan de andere kant, het gat richting de nummer 18, Eriksen in dit geval, is ook niet heel groot. Ik ben even niet lekker bezig op dit moment. Volgens mij kunnen we de auto ook op, even kijken, we gaan hem zo meteen eventjes op het rechte stuk op full zetten. De motor in ieder geval, dat we meer vermogen hebben. Het feit dat we dadelijk in de eerste, of eigenlijk al in de tweede ronde nog steeds laatste liggen, dat is natuurlijk niet zo best.
denk echt dat we hier gewoon geen punten gaan pakken, jongens. Dat gaat hem gewoon niet worden, denk ik. Rondjes duren natuurlijk best wel lang op deze baan. Ik ben benieuwd wat het gaat worden hier. Kijk, we krijgen nu dus weer een beetje aansluiting. Ik mis hier mijn rempunt weer. Het lijkt helemaal nergens op dit moment. Jezus, hé. Ja, ik weet, ik ga gewoon weer meteen naar binnen. Als ik nou weer allemaal auto's ga inhalen en zo meteen dan weer uiteindelijk naar binnen toe moet, dan schiet het ook niet op. Nou, daar gaan we dan weer. Weer binnen. Ben benieuwd. Het zou mij verrassen als we überhaupt gewoon een auto nog gaan inhalen. Want de achterstand op Eriksen, ja, hoe groot zal die zijn nou? Dat is zeker wel een seconde of 20. Nou, ja, zoiets. Nou, dan moeten we echt gaan knallen. We hebben eigenlijk nog 3 rondes nu. De derde, de vierde en de vijfde ronde. Nou, dan moeten we echt eventjes ons best gaan doen. We hebben echt wel een flinke achterstand. We hebben sowieso wel. We hebben nog steeds voorsprong op Massa trouwens. Dat is dan wel weer redelijk apart. Maar die heeft natuurlijk waarschijnlijk een hele ronde lang moeten rijden zonder een voorvleugel of wat dan ook. Of misschien wel een lekke band. Ik weet niet precies wat het probleem was. 20 seconden achterstand op Eriksen. Nou. Dat is apart. Het verschil met hier met Australië is wel enorm. China is ook een van de circuits die ik van tevoren niet getest heb hoe we deze challenge zou uitpakken. Dat hadden we misschien beter wel kunnen doen. Maar aan de andere kant, we moeten hem toch rijden. Dus ja, het maakt uiteindelijk ook helemaal niks uit natuurlijk. Ik ben eigenlijk ook helemaal niet goed bezig op dit moment. Ik ben echt heel wat langs de baan aan het rijden. Pakt er helemaal niks van. We hebben nog 15 seconden achterstand nu. We lopen dus wel redelijk in. Kijk, als we eenmaal de aansluiting weer gevonden hebben, ja, dan kan het natuurlijk best nog wel hard gaan. Zeker misschien in die laatste ronde. Maar dan moeten we nog wel eerst maar eens even die aansluiting zien te vinden. We rijden natuurlijk op de Ridge. Dan moeten we ook wel even in de gaten houden. Want het is natuurlijk een langere baan dan in Australië. Dus de benzine is natuurlijk ook wat sneller op. Ik hoop eigenlijk gewoon dat ik toch dadelijk in de laatste ronde toch wel weer bij dat groepje auto's in de buurt ben. Want anders gaat het dan gewoon echt niet meer worden. Nou ja, meer gas, meer snelheid meenemen op dat stuk. Maakt hem niet uit. We krijgen daar toch geen penalty voor als het goed is. Wat rijden we eigenlijk van tijd? Ja, met de pitstop natuurlijk inbegrepen. Het zit daar natuurlijk wel heel dicht bij elkaar. Hè? Dus als we dadelijk eenmaal in de buurt zijn, kunnen we natuurlijk best nog wel wat auto's inhalen. Maar punten, dat gaat hem denk ik niet meer worden hoor. Kijk, het groepje voor, dat zijn dus de auto's die we nou in beeld zien. Dat zijn dus de auto's die in de punten rijden. Natuurlijk zetten we de paars tijd neer. Dat is niet zo moeilijk, want we rijden natuurlijk gewoon tegen de AI die op de allermakkelijkste stand rijdt. Ik denk dat we aan het eind van deze ronde wel de aansluiting gevonden hebben. Ja, dan komt dus alles op die laatste ronde aan. Dan zouden we misschien nog wat auto's kunnen pakken op die rechte stukken. Maar daar zijn de verschillen eigenlijk ook niet zo groot. Het is voornamelijk in de bochten dat je merkt dat die AI gewoon, ja, een stuk langzamer is. Want ze remmen ook eerder, maar gewoon op de normale rechte stukken. Dan zijn de verschillen best wel een beetje minder eigenlijk, omdat je dus gewoon, dat is gewoon gassen. Dus dat maakt eigenlijk weinig uit of je dan tegen hele hoge AI speelt of tegen hele lage AI. Nou, we halen ze al wel dichter of wat sneller in dan ik verwacht had, maar dan moet hij wel aan de kant gaan. Kom op! Dat kost dan ook gewoon alweer eventjes, hè. Nou, we liggen 18e. We hebben nog 1 volle ronde zometeen. We hebben wel DRS, zie ik, dat is mooi. We hebben nog 1 volle ronde om dus wat auto's in te halen. Hamilton rijdt 1.46 geloof ik. Eens kijken wat voor tijd wij neerzetten. Dan moeten we eigenlijk niet hier weer opgehouden gaan worden door Van Toorn in dit geval. Oh, dat ging ook maar weer net goed. Kijk, hoeveel risico ga je natuurlijk ook nemen. Want ja, als ik nu weer mijn voorvleugel kwijtraak, ja, dan is het de laatste ronde natuurlijk wel gedaan. Nou, we liggen 16e. En we hebben natuurlijk dus nog een hele ronde. Nou, ben benieuwd. Hier rijden ze altijd heel langzaam. Ook al staat de AI vrij hoog, dan nog kun je ze makkelijk inhalen. Huppakee, Palme voorbij. 15e. Ja, misschien dan toch nog weer iets van een punt. Als we echt een klein beetje geluk hebben. Er zit natuurlijk wel een flink gat naar Magnussen en dan de auto voor hem. Maar we moeten hem gewoon voorbij. Hup. Hier rijdt Alonso. Die moeten we ook nu gewoon hier voorbij al. Kom op, meer traction. Ja, huppakee. 13e. Nou, het gaat nog spannend worden. Misschien dat we nog wel meer punten. Kijk hoe langzaam ze in deze bocht zijn dan. Oh, ik wil natuurlijk niet in aanraking komen met Stroll. Ah,
12e, gewoon die ene auto. Dat is Kvyat en die auto daarvoor, dat is een punt waard. Dat is alweer één punt waard. Dat moeten we toch wel kunnen pakken, zou je zeggen. Dat is denk ik, dat is Massa dan, of een van de Force India's. Ja, het is Ocon is het. Nou, zitten we daar weer klem in deze bocht. Nou, dat komt net goed uit deze keer, krijg ik daar ook nog DRS. Ja, we gaan punten pakken, we gaan die Ocon echt nog wel eventjes pakken hoor. Kom op, kom op. We hebben geen DRS trouwens, oké. Nou ja, maakt dan niet heel veel uit, want we komen nu natuurlijk wel met de slipstream dichterbij aan Ocon. Je ziet dat het verschil niet enorm is op de rechte stukken. Kunnen we Grosjean misschien nog pakken voor één extra punt? Nee, oh jongens, oh, ik ben het helemaal vergeten. Ik zei het net ook al, ik had moeten letten op mijn... Oh, ik had moeten letten op mijn... ja, op mijn benzine. Hè. Oh, dat is dom. Nou, we krijgen nog DRS gelukkig. Ondanks dat we geen benzine meer hebben. En er zijn trouwens heel wat auto's uitgevallen. Wat is daar in godsnaam gebeurd dan? Eens even kijken wat daar gebeurd is. Er zijn een paar auto's tegen elkaar aangeklapt, zo te zien. Wat is daar gebeurd? Oh, oh, daar gaan er dus een paar tegen elkaar aan. Dat is natuurlijk Ocon. Eens even kijken, waar zitten we? Ja, dit ga ik natuurlijk allemaal niet knippen en plakken nu. Het zijn hier is denk ik al gebeurd, of niet? Even kijken, kan ik nog switchen naar... Oh, daar, ja, hoppakee. En er rijden nog een paar tegen elkaar aan. Ja, hoppakee, hele mooie crash. Nou, dat zag er dus goed uit. Ah, oh, dit is echt dom. We hadden misschien Grosjean nog wel kunnen pakken. Maar aan de andere kant hadden we ook... Poeh, hadden we dus sowieso wel één punt gehad. Maar nu pakken we dus gewoon helemaal niks. Omdat we gewoon niet hebben opgelet op onze brandstof. En ik zei het nog in de derde ronde volgens mij. Van, we moeten op de brandstof letten. En nee, helemaal gewoon niet meer aan gedacht. Ik was zo gefocust op punten pakken, dat ik daar dus gewoon niet meer aan gedacht heb. En zo eindigen we dus gewoon op P15. Ja, zo kan het dus ook. Even kijken wie uiteindelijk wint. Hamilton, Bottas tweede, Raikkonen derde was mijn. Of was Vettel? Ik had het even niet zo snel gezien, dat was Vettel. Ja, oké. Nou, dit is een kleine teleurstelling. Geen punten, worden dus 15e. Maar ja, het is niet anders. Hopelijk gaat het in de volgende race, en dat is Bahrein. Eigenlijk beter gezegd challenge. Hopelijk gaat het dan beter. Ik vond het in ieder geval weer tof om te doen. Hopelijk jullie ook. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En adios.